De rechter heeft meneer veroordeeld voor moord. Dus geen impulsieve actie, maar een geplande daad waar hij over na heeft kunnen denken, maar toch heeft gedaan. Welke straf hoort daarbij? Hij krijgt een straf van 10 jaar gevangenis en TBS. Waarom die TBS-maatregel? Meneer is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en hij heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dat heeft hem beïnvloed bij zijn daad. En er is een groot risico dat als hij niet behandeld wordt, dat het nog een keer zou gebeuren. En daarom is TBS noodzakelijk. Terug naar die dag dat het gebeurd is. De verdachte zegt zelf dat hij zichzelf van het leven wilde beroven en niet erop uit was om Linda te vermoorden. Waarom gaat de rechtbank daar niet in mee? Het verhaal van meneer wordt niet geloofd. Er zijn getuigen. Een getuige die zegt dat meneer het al langer hierover had. Dat hij dit plan had om Linda te doden. Dat hij een wapen zou kopen. Er is een getuige die hem uit de auto heeft zien stappen. Met het wapen al helemaal in de aanslag om te schieten. Meteen naar de auto is gelopen en van daaruit heeft geschoten op Linda. En dat past niet bij het verhaal van verdachten. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Het is een forse gevangenisstraf. Het is een forse gevangenisstraf. Maar de rechtbank houdt rekening met het onherstelbare leed wat hij heeft aangedaan aan de nabestaanden van Linda. Haar vader, broer, zus, haar zoontje. Dat kan nooit goed worden gemaakt, met welke straf dan ook.